Dus ik vind het ergens een beetje spannend. Want je weet natuurlijk niet of iemand te vertrouwen is. Als iemand het aanraakt, iemand, voelt het niet fijn. En we hadden echt een leukere klik dan we hadden verwacht. Ja. Ik vond het lesgeven dus niet meer zo leuk. Maar ik vond het ook omdat op die school... Ik heb wel ook de spray erin gespoten. Ik vind het wel heel leuk. Op, ik ben echt meteen een jufje. Ik snap niet hoe mensen dat kunnen. Ik krijg al stress als iemand zegt, zullen we samen maternity panty? Ik snap, dit is de beauty. Hij was 130 euro. Goedemorgen allemaal. En welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik vind het zo grappig dat dit voor mij een paar uur is nadat ik de vlog heb afgesloten. En dat het voor jullie dan pas een nieuwe week is. Ik ga naar mijn omi en ik ben op tijd. Nou ja, ik zei, ik kom tussen 12 en half 1. Nu stuurt zij, als je op tijd wil zijn, moet je nu weg. Want je zou om 12 uur komen. Ik zeg, nee, ik zou tussen 12 en half 1 komen, oma. Maar goed, het is kwart voor. Dat betekent dat ik er kwart over ben. Maar misschien ga ik nog langs de Starbucks. Maar ik ben dus gewoon op tijd. Maar dan zul je net zien, dan ben ik een keer op tijd. En dan denkt iemand dat je... eerder was... Eigenlijk is het zo dichtbij, het is letterlijk precies 30 minuten rijden. Daarom is het ook zo erg dat ik zo weinig ga. Maar de laatste keer dat ik ben geweest is niet heel lang geleden. Dat was toen Lotte haar baby shower, hoe heet het? Hey, mijn maatjes staan allebei dezelfde kant op. Huh? Normaal staat de een die kant op en de ander die kant op. Terwijl, huh? Dit snap ik niet. Kijk, door dit soort dingen kom ik dus te laat. Moet ik niet te lang kletsen, anders kom ik alsnog te laat. Maar kijk, de achterkant is gewoon... plain, zeg maar. Die heeft niet een gezichtje erop. En ik heb ze altijd met gezichtje. En normaal staan ze een andere kant op. En nu staan ze allebei dezelfde kant op. Hoe kan dit? Ik had trouwens mijn haar helemaal gekruld. En het blijft gewoon niet zitten. Ik ga ook nog even een make-upje opdoen. Ik heb lekker... ik hoef niet naar de winkel. Dus ik heb gewoon avocado voor mezelf mee. En to-go broodjes uit de vriezer. Helemaal makkelijk. Helemaal chill. Voor de zekerheid. Voor als ik naar Starbucks of zo wil. Deze beker mee. Van Sophia mee. Het scheelt weer bekers kopen. Ik ben er. Altijd leuk als... oh, hallo, hallo. Ja, dat is wel grappig dat je dat... Als vrouwen onder elkaar als je dus... ik ben echt bizar goed gefileparkeerd. Echt niet normaal dat je echt denkt, hoe heb jij dit gedaan? Want ik denk, hoe ga ik hier ooit nog uitkomen? Maar dat je dan zo'n vrouw hier ziet wegrijden. Je zo naar je lacht van... You did it very nice, girl. Oké, ik ben ready. En ik ben... 10 minuten te vroeg, zo noem ik dat dus. Zeg maar. Als je zegt tussen 12 en half 1 en je bent er 10 voor half 1, dan vind ik dus dat je 10 minuten te vroeg bent. Geweldig, ik ben helemaal trots. Anderen zullen het zien als 20 minuten te laat, maar ja, helemaal top. Ja, ik ga mijn oma iets vertellen, wat ik in deze vlog ook aan jullie ga vertellen. Dus sowieso dat ik weer als juf ga werken, maar er is nog iets wat ik in deze vlog ga zeggen. Ja, want het is nu wel tijd. Dus dat zeg ik niet om het spannend te maken, maar ik heb nu geen tijd om het te zeggen. Dus ik vertel het jullie straks. Oké, off to oma. Hallo? Hallo? Hey schat, kijk je ook even in de brievenbus? Oh ja. De laatste keer, bedenk ik me nu, wilde oma toen niet afspreken. Want op een dag was hij niet goed uitkwam. Dus toen was ik alleen naar Lotte en toen had ik even hoi gezegd tegen oma. Dat was het. Dus toen heb ik helemaal niet haar echt gezien. Dus ik weet niet wat dan de laatste keer was. Maar niet zo lang geleden, het was sowieso in de zomer. Wat een schattige versiering hier. Kijk nou hoe schattig alles hier is. Nou, ik ging de oven aanzetten bij oma. En toen sloegen de stoppen door. Nu zijn we al bijna een uur bezig. En niks werkt. We hebben ze vervangen. Stekkers eruit getrokken. Knoppen omgedraaid. En niets werkt. Dus nu moeten we een monteur bellen. Of moet het vierde woningbouw? Nee hè? Ja, papa zijn woningbouw bellen. Nee. Of stedin. Maar we kunnen ondertussen wel eten hoor. Want we hebben allebei nog niks gegeten. Ja, maar de kachel is koud. Ja, kom, gaan we even eten. Wat een ellende. Want die hebben we nu vernieuwd. Ja. En die vierde hadden we van mij, hè? Ik had twee knoppen. Ja, die vierde is goed, maar de rest weet ik niet. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Wat tof voor jullie. Goedemiddag, welkom bij het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom. Press 9 English. Stoom. Belt u voor een gasstoring. Oh, ik kan hier toch zo ontzettend chagrijnig van worden? Vooral omdat we nu niks kunnen en de monteur belt niet en ik wil mijn oma niet achterlaten zonder stroom. En zonder tv, zonder telefoon. Het is een drama. Dus ik heel bellen, van alles geprobeerd, doet het niet. Mijn ouders geappt, zegt mijn vader dat zij dat ook al een keer hebben gehad. En dat oma de oven dus niet mag gebruiken, omdat die dus doorslaat. En tegen mij zei ze, ik weet niet hoe de oven werkt.
zei ik, nou, ik weet het wel. Dus ik zet hem aan, poef. 5 minuten later, doorgeslagen. Nou, dan zou je denken, ik vervang het en dan werkt het, maar het werkt niet. Dan ga je eindelijk een keer naar je oma en dan is het dit. Dan gaat alles goed en dan gebeurt dit. Maar ja, er moet gewoon een monteur komen, want blijkbaar gebeurt dit vaker. Nu rijd ik dus naar de Gamma om nieuwe stoppen te kopen voor de buurvrouw. Want ik kan niet natuurlijk een ander oud vrouwtje zonder stoppen laten zitten. Dus stoppen voor de buurvrouw en stoppen voor oma. Maar ja, we hebben alle stoppen vervangen. Hoewel dat pakje zag er echt ontzettend oud uit. Dus ik denk dat ik voor de zekerheid ook voor oma nog maar meer stoppen ga halen. Super leuk. Leuk, 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 leuk. Kijk, als je eigen huis is, is het anders. Maar je oma's huis is toch al minder chill. Oké, 2 pakjes van 5 stoppen gescoord. Ik kon de stoppen niet vinden en ook geen medewerkers. Dus ik sprak gewoon een oude man aan. Van weet je waar ze liggen? En ik ben altijd iemand die meteen gaat lullen tegen mensen. Dus ging ik het verhaal vertellen. Toen zei hij, waar woont ze? Dan kom ik wel even kijken. Dus ik vind het ergens een beetje spannend. Dat, je weet natuurlijk niet of iemand te vertrouwen is, maar ik denk het wel. Ja joh, wat kan zo'n man nou doen? Iemand die in de bouwmarkt... Het is niet dat hij mij aanspreekt, weet je wel. Ik spreek hem aan, dus het moet toch wel goed komen. Ook zijn volgens mij helemaal niet goed geparkeerd, joh. Oké, nou, off to oma en dan... Oh ja, en ik heb in de bouwmarkt nog gebeld en gezegd, mijn oma is 84, ze is helemaal alleen, ze kan helemaal niks verder. Ze kan er niet achterlaten, nog een beetje extra overdreven, maar het is ook gewoon waar. Dus ik ga de monteur nu een berichtje sturen, dus nou ja, alles is in gang gezet. Wat? Hij is er! Wat geweldig! Echt, kun je ook te danken. Had ik niet verwacht. Ongelooflijk. Nou jongens, ik ben nog geen 5 minuten hier en de bel gaat al. Ja, het is echt super. Oh, dat is toch fantastisch. Oh, dit vind ik heel leuk ook. Spannend. Ja. Misschien is het wel een leuke man voor je. Nee, ik heb een vriend. Oh. Ik moet ze vissen. Huh? Ja, een penvriend. Ja, op afstand zeker. Ja, misschien is dit wel een leuke, echte, niet platonische. Ik denk dat ik het ook niet meer eruit heb gehaald. Ik zag niks geks, niks verband. Nee. Maar ze allemaal goed. Ja, het kwam in ieder geval door de oven, dat is een feit. Ja, ik zei al, oma, ik draaide er een nieuwe in. Ja, hé, hey, die telefoon piept weer. Oh, ja. Maar dat was net ook. Oh. Oh. Ja, er zit een kortsluiting in en de aardwegschakel waren altijd. Hij doet het nog niet. Nee, hij gaat het niet doen, hoor. Ik kan het niet zien. Dacht ik al, ja. Wat dan? Wat moet er dan gebeuren? Nou ja, het is niet zo mijn fout te lossen. Je moet dan echt de chem bij komen. Dus je moet toch de woningbouw even natuurlijk zetten. Ja, dan moet je nog een keer bellen. Nou, alles is weer opgelost. Uiteindelijk 3,5 uur bij oma geweest. En dat voelt alsof ik er helemaal niet ben geweest. Ook stom, maar goed, het was wel leuk. En ze was heel blij dat het is opgelost. En ze mag de oven niet gebruiken en ook niet de stekker erin doen. Ze kan nog wel koken, want dat is op gas en daar heb je geen stroom voor nodig. Maar ze mag absoluut niet knopjes indrukken. Ze moet nu met een aansteker. En ik zeg, koop gewoon een nieuwe, maar dat wil ze niet. Nu ga ik naar huis rijden. Het lukt me dus niet om nog te sporten voor ik Lotte ga bellen. En ik wil eigenlijk hier boodschappen doen, maar dat lukt ook niet. Als ik dat doe, sta ik straks in de file. Dus ik ga nu rijden. En dan lukt het denk ik ook niet om jullie te vertellen wat ik wou vertellen. Alles loopt weer lekker volgens planning. Niks aan te doen. Ik hoop dat Lotte mij goed kan verstaan met deze oortjes. Ik denk het wel. Met mijn carding kan ik niet goed... Oh, iemand stuurt me echt een heel lief berichtje. Grappig, een vriendin van haar die had een beetje een soort van lompe opmerking naar mij gestuurd wat ze niet zo bedoelde. En toen bij het kerstdiner hadden we dat eventjes besproken. En nu stuurt ze me echt een heel lief appje waarin ze het nog een keer uitlegt. Dat vind ik dan zo lief. Ik snap dat, ik ben ook iemand, als ik een opmerking heb gemaakt, dat ik daar dan best wel mee kan zitten. Maar je hebt best wel veel mensen die scheid hebben. En zij, ja, ik herken het wel, dat je iets eruit vloekt en het anders overkomt dan je bedoelt. En dat was het een beetje bij haar, maar ik ben er alweer helemaal oké mee. En nu appt ze me met een soort uitleg. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar cute vind ik dat. Heel cute. Nou, in ieder geval. Naar huis raden. En dan denk ik dat Lotte me zo belt. Ik wilde eigenlijk met Lotte afspreken vandaag, maar dat kon niet. Maar ook als ik nu nog naar Den Bosch was doorgereden. Want eerst spraken we altijd in Woerden af. Maar dat was nu een beetje te lastig met de zwangerschap. Als ik nu nog naar Den Bosch had gemoeten bijvoorbeeld, dan had dat ook niet gekund. Gewoon was ik er zo laat. Nou ja, dan had ik het wel gekund. Maar dan was ik gewoon echt laat vanavond pas thuis. Dan had ik niet meer kunnen sporten. Dus als Lotte me zo belt, dan moet ik ook nog boodschappen doen voor morgen. Voor Babbelhap. Oké. Okay. Jongens, ik ben weer thuis. Kennen jullie dat? Dat je echt gewoon dorst hebt in een sinaasappel? Als ik snap wat ik bedoel. Ja, zei dan moet je water drinken. Maar ik bedoel, in een sinaasappel zit natuurlijk sap. Ik heb ook te weinig water gedronken, maar ik had zin in een soort zuur. Dus ik heb water met citroen. En de hele sinaasappel zo net opgegeten. En het is zo lekker. Echt lekker zoals ik in tijd heb gegeten. Dat is niet normaal. Ineens heb je daar dan heel erg behoefte aan. Haast lekker aan het koken. Hello Fresh. En
Ik heb dus boodschappen gedaan. En ik ben niet meer gaan sporten. Want Lot en ik hebben zo lang gebeld. Dat ik dus niet meer heb gesport. En ik heb een vraag aan jullie. Ik heb dus heel veel pijn aan mijn borsten. Maar ik heb het wel vaker zeg maar hormonaal gezien. En ik ben nu 6 dagen aan de pil, denk ik. Maar daar ligt het niet aan. Daarvoor had ik het ook. Het is denk ik al 2 of 3 weken. Dat ik echt pijn heb. Gewoon aan de zijkant een beetje. Maar gewoon mijn hele borst. Als iemand het aanraakt, iemand. Voelt het niet fijn. En ook net deed ik mijn BH uit. Voelt ook niet fijn. Dat ik denk. Ik wil niet voor het kleinste zetten. Ging ze naar de dokter. Maar het is niet zo. Ha, ging ook voelen dat ik iets voel of zo. Maar je moet natuurlijk wel opletten. Maar heeft iemand dit ook wel eens? Als het echt langer aanhoudt, ga ik wel naar de dokter hoor. No worries. Maar ik heb dit dus nog nooit gehad. Dat ik dat voor langer dan een paar dagen heb. Dus gisteren maakte ik me een klein beetje zorgen. Maar vandaag was ik het weer vergeten. Toen deed ik naar mijn BH uit. Toen voelde ik het weer. Met BH voel je het minder, want dan zit het strak op elkaar. Ja, dat vind ik niet zo chill. Mocht je iets weten of ook het hebben gehad, let me know. Ik neem het niet als doktersadvies aan, maar het is altijd wel even fijn om van andere vrouwen te horen. Dat ik heel irritant dat ik deed zeggen, ik moet nog wat vertellen, ik ga het nog doen. Maar ik moet dus de hele tijd vloggen, maar daar wil ik even de tijd voor nemen om dat te zeggen. Dus dat komt later. Morgen komt Lian en gaan we lekker echt koken. Dus ik ga even kaartjes schrijven. Ja, de chefkoek. Lekker, we hebben wraps, tortilla's en enchiladas. Met zwarte bonen, gele paprika, bosui, tomatenpuree, tomaat, limoen, zure room. Wat vergeet ik? Mexicaanse kruiden. Oh, stout. Nou, zoiets. Lian. Ik dacht dat het Lian was. Mijn vriend heeft ook heel lang mijn naam verkeerd uitgesproken. Jeffrey. Ja, nou, wil je iets hoor? Oh. Nee, ook niet. Hij wil het ook niet. En ik vind het eigenlijk ook niet heel chill. Want ja, er zijn gewoon mensen op internet die houden van stoken en zo. Ja. Ja, maar jij hebt natuurlijk ook wel echt. Mijn volgers, ik heb veel minder volgers, maar die zijn dus ook best wel lief. En jij trekt natuurlijk heel veel mensen aan, dus ook stomme mensen. Ja, ja klopt. Ja. Ja, zeker. Dat is echt zo. Ja, ik keek vroeger altijd wel jouw Too Good To Go video's. Ja? Ja, dat vond ik wel altijd heel leuk. Dus ik vroeg me nog af, want ik hoorde in die video met Christina dat je zei dat je haar vroeger keek en Rebecca ook de nacht aan het van. Ja, nee, maar dat was echt zo. Ik keek Rebecca wel eens altijd haar scary verhalen en haar adventkalenders. Dat doe ik nog steeds trouwens, adventkalender. Ja. En Christina keek ik ook best wel vaak. Oh, ja, grappig. En jou dus ook met die Too Good To Go. Ja, dat was ook al lang geleden. Toen was ik 14 of zo, denk ik. Ja, dat had echt 300.000 views. Ja. Bizar, maar dat is heel lastig in deze tijd om het nog te halen. Vooral op YouTube denk ik ook. Dit loopt ook veel minder goed dan ik had gewild. Ja. Misschien, het heeft misschien ook tijd nodig, hè? Ik hoop het, maar als het na seizoen 2 zeg maar nog steeds niet echt loopt, dan denk ik dat ik gewoon af en toe misschien een video ga doen. Ja. Of juist wel doorgaan. Ja, dat doe ik nu zeg maar met het tweede seizoen ga ik dus nu door, van ik geef niet op. Want ik had eerst onbekende mensen, maar ik heb nu 1 aflevering met Stijn, ken je ook? Stijn welke? Salon, ook van TikTok. Oh ja, die ken ik. Ja, maar die heeft ook nog echt bagger slechte views. Maar ja, het was de eerste bekende eigenlijk. Ja. Maar jouw Insta is volgens mij ook wel gewoon. Ja, die loopt echt hard. Volgers, hè? Ja, maar dat kwam laatst als een foto van mij viraal gaan. Die had echt 12.000 likes. Wow. Dus ja, dat vind ik dus heel grappig aan jou. Op jouw foto's lijkt je echt zo'n modepopje. Die zo. Hey, allemaal, zo heel lief praat. Dat je me hoort praten. Dat is het beeld wat ik erbij heb. En dan kijk je je video's en dan ben je echt zo lekker nuchter. Dat vind ik dus heel leuk. Ja, nee, ik ben echt totaal niet. Ik wil ook nooit dat mensen denken dat ik anders ben door TikTok of zo. Maar ik denk dat je niet verwacht als je jou in een club ziet of zo dat je zo bent. Nee. Toch? Nee, dat is ook zo. Dat zeggen mensen wel vaker. Maar dat vind ik. Dat denk ik leuk, van, dat vind ik juist leuk. Want ik wil niet zeg maar zoals iedereen. Overkomen, nee, ik vind dat dus juist wel leuk. Gewoon zo'n knappe blonde meid en dan lekker komt dat wel in de nuchterheid. Heerlijk. Ja. Ja, ik heb vroeger altijd theater gedaan. Dus zodra ik denk dat jij en Stijn ben ik gaan volgen, omdat ik gewoon heel erg hou van. Als jij zegt smeermens met zo'n accent, dat vind ik gewoon geweldig. Ik hou daarvan. Het doet me helemaal denken aan mijn theatertijd. Geweldig. Net aan drinken. It's a wrap. It's a wrap. Ik ga nu lekker dit opeten. Jij moet nog 4 uur naar huis. Ja, wrijf er maar in hoor. Wil je nou echt niet nog een broodje mee? Nee. Nee? Okay. Ik zit echt wel vol. Mm. Dus dat was een goed vullend broodje. Het was zo gezellig. Mm-hmm.
Sorry, ik zit weer even te drinken omdat ik die knoflook smaak in mijn mond heb. Maar het was echt heel leuk. Het was heel gezellig. We hadden echt een leukere klik dan we hadden verwacht. Ja, zeker. Dus wat mij betreft, voor herhaling van... Ja, het was echt heel gezellig. Sowieso, we hadden het er ook al over dat we samen naar events en zo konden gaan. Dat soort dingen, dat lijkt me ook sowieso heel leuk. Als je ooit een event hebt, echt, het lijkt me hartstikke gezellig. Ja. We hadden het erover dat ik vaak niet ging omdat ik moeite heb met een beetje dat nep doen wat ze dan zeg maar willen. Ik zie trouwens nu een bruine vlek op mijn hoofd. Volgens mij zag je die niet op beeld. Ja, maar ik ben ook altijd gewoon heel erg mezelf en ik... Ja. Ja, mensen om mij heen waar ik mee ben, doen dat ook. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Dus ik heb daar geen moeite mee op dat vlak. Dus hopelijk voel je dan wel een beetje... Dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Want ik ben echt daarom gewoon nooit meer gegaan. Dat me gewoon niet fijn voelde. Maar dat is een hele mooie eigenschap, hè. Dat je van jezelf weet, ik ben niet zo, dus ik voel me daar niet thuis. Ja, is ook zo. Ik kan me daar dan enigszins nog overheen zetten. Niet dat ik mezelf zo gedraag. Ja. Maar ik weet gewoon de mensen met wie ik omga, dat zij dat ook niet doen. Dus dan vind ik het niet erg om daarbij te zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Leuk, dus een andere generatie misschien. Ja, zeker. Ja. Leuk. Oké, nou, wij hebben denk ik nog 10 minuutjes of zo. Ja. Spannend. Ja, dus de data kijkt maar lang geen klok hoor, maar prima. Nee, het was echt heel gezellig, dus jullie moeten zeker gaan kijken. Oké. Bye. Doei. Ja, een vaarwelshot. Oh, wat reis leeg. Sterkte. Ja, dank je. Check ze in. Doei. Mijn haar zit toch al helemaal lekker strak, dus ik ga naar de sportschool. Dat had ik gisteren willen doen. En ik wou het vandaag naar Babbelhap doen. Het is iets later dan ik wilde. Maar Lian zei ook, oh joh, ga nu gewoon. Je hebt nu nog energie. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Dus ik ga nu naar de gym lopen. En mijn bonusdochter en Ha die hadden bij zijn ouders gegeten. Omdat ik dus aan het filmen was. En ik denk dat Ha nu ook naar de sportschool gaat. En dan kan ik met hem misschien mee terug naar huis lopen. Dus dat is top. Lekker gymmen. En ik heb echt extreme knoflookgeur in mijn mond. Maar het was wel echt mega lekker. Heerlijk gegeten. En ik ontbijt dus steeds niet voor Babbelhap. Maar het komt omdat we dan zoveel eten maken en gaan proeven. Dat ik dan gewoon mijn trek daarvoor bewaar. Oh, wat was het lekker zeg. En wat een leuke meid. We hadden echt een veel betere klik nog dan we hadden durven verwachten. Bizar. Ze klikte zo onwijs goed. Echt heel erg leuk. Ze is echt geweldig. Ze is echt heel leuk. En ik denk dat je ook misschien een iets andere kant van haar nu ziet in een YouTube video dan op TikTok. Want TikTok kan je niet echt laten zien wie je echt bent. Dus ik ben benieuwd naar de video. En ik heb dus een vlecht in mijn haar. Ik ben in de sport gemaakt. Ik ga eerst heel eventjes. Ik moet toch wel terug met H mee rijden. Dus ik ga eerst eventjes acclimatiseren met een glaasje water. 5 minuutjes hier chillen en dan ga ik beginnen. Nee. Ik ga toch weer teruglopen, want het voelt nog niet als genoeg. Zo, ik zit de hele dag te werken, maar mijn kruisvatpakketje komt net binnen. Ik had het ook net op Threads geplaatst. Ik had dus deze nodig. Want dit zijn de enige waarmee ik tussen mijn tanden kom. Oh, M. Is dat dan wel... Ik weet niet of ik M heb. Ik denk het wel. Ze breken alsnog heel snel, maar ze waren 1+1. En ik wilde ze niet in de winkel halen, maar bestellen. En ik wou gratis verzendkosten. Dus toen heb ik er allemaal dingen bij besteld. Kijk, dit is gewoon handig. Ik heb niet de biologische, maar wel gewoon zonder chloor en dat soort dingen. Deze die ik normaal heb, zijn al heel lang niet verkrijgbaar. Alleen de liquids. Dus ik heb maar een keer de liquids genomen. Ik weet natuurlijk niet hoe erg mijn ongesteldheid nu gaat worden, omdat ik aan de pil zit. En voor de zekerheid. En dit merk ken ik niet, maar dit leek me helemaal leuk. Omdat ik dus eventjes van Olaplex af wil, omdat mijn haar gewoon daardoor niet in de krul blijft zitten. Dacht ik, ik ga dit gewoon proberen en bestellen. En ook nog een shampoo voor je scalp. Ik heb best wel snel een beetje, schilfertjes op mijn hoofdhuid, zeg maar. En dit. Dus ik ga iets hiervan nu meteen testen, want ik ga even mijn haar wassen. Maar ik ga ook zilver shampoo doen, want mijn haar is weer best wel geel. Ik doe denk ik eerst zilver shampoo, dan dit. En dan ga ik die twee producten gebruiken. Dus ben benieuwd. Ik ga even douchen. Oh jongens, dit is toch zo lekker. Baked feta pasta. Gisteren ook, nu weer. Heerlijk. Willen jullie van een recept zien? Laat het even weten in de comments. Het is echt het makkelijkste gerecht dat je ooit in je leven hebt gemaakt waarschijnlijk. Het is echt heerlijk. Dit is ook heel lekker. Trouwens, mocht je hiervan een recept willen zien, moet je het ook even laten weten. En ik ben hier ondertussen vast de broodtrommel aanmaken. En komkommer aan het eten. Ik hou van komkommer die zo lekker groene rand heeft. Kijk hoe lekker dit eruit ziet, jongens. Oh, heerlijk. Kijk hoe mooi mijn haar zit als ik het dus net met de Dyson heb gedaan. Ik heb er nu... Ik zie er heel erg moe uit. 20 minuten denk ik over gedaan, maar ik had nu geen tijd meer. Ik heb de onderkant allemaal krullen en toen hier gewoon even met die borstel. Maar dit is dus echt over 5 minuten ingestort. Vind ik zo zonde. En die scalp scrub was trouwens gewoon een shampoo. Dus ik heb zilver shampoo gedaan en toen... Hoef ik nog niet nu weg, toch? Wel. Nee, niet. Oh. Moet je kijken wat het volume is. Wow. Zilver shampoo gedaan.
En toen die scalp scrub met zo'n scalp brush. Maar toen zag ik al dat power zo meteen weggaan. Dus ik denk dat het zilver shampoo eruit is. Maar ik heb het idee dat mijn haar wel iets minder geel is. Want het was dus weer geel geworden. Ja, maar goed. Ik krijg dus vet goed resultaat. Het was dus echt even snel afgeraffeld. Bizar. Dit is niet normaal. Het is gewoon een capuchon op mijn hoofd. Maar het blijft dus niet zitten. En misschien komt het. Ik heb wel weer Olaplex conditioner gebruikt. En weer die blauwe spray die mijn haar zacht maakt. Dus misschien is dat het. Maar ik kan dus niet tegen dat vieze gevoel van moes. Of geen conditioner. Dan voel ik mijn haar te droog. Dus ja. Een beetje lastig. Want ik denk dat als je wil dat blijft zitten, dat je dat moet doen. Maar ja, laatst had ik allemaal haarlak en moes en bleef het ook niet zitten. Oké, wij gaan even mijn bonusdochter ophalen van het kerstdiner. En nou ja, dit. Het is toch bizar? Oké, doei. Oké, hallo jongens. Even een proefabonnementje kopen, want ik heb een cv nodig om alles voor de nieuwe baan in orde te maken. Dus... zo, en nu even een heel online ding invullen met allemaal gegevens. Hallo jongens, ik wilde dit eigenlijk filmen als ik er iets minder verrot uitzag. Maar ik dacht, oh joh, het is maar een vlog. Dus sorry voor dit shot, maar donderdag is mijn dag dat ik lekker alleen thuis ben en altijd sushi ga bestellen. Ik dacht, het is wel een leuk moment om nu dan meteen eventjes te vertellen over waarom ik weer op een basisschool ga werken. Want dat moet ik nog in deze vlog doen. Ik vond het een perfect moment en ik ga zo sporten. Ik heb lekker een thuis chill dagje. Ik zit, ja, chill dagje, werkdagje. En ik zit eigenlijk elke avond tot 3 uur 's nachts te werken. Dus dat is een beetje waarom ik er zo verlept uitzie. Dus ik hoop dat ik vandaag heel ver kom met editen. Waardoor ik vanavond wel gewoon weer even normaal op tijd naar bed ga. Qua sushi heb ik lekker 4 zalm handrolls. Dus sake temaki. En ze zijn echt enorm groot. Oh mijn god, dit is echt mijn favoriet op aarde. En 4 sake nigiris. En je krijgt hier nog altijd bij €20 gratis rol. En dit is een Abi rol. Heel erg lekker. En omdat heel veel mensen altijd vragen of ik weer een mukbang zou maken, dacht ik, nou, dan ga ik dit weer even combineren. Maar voor ik ga kletsen, moet ik een hapje nemen. Want ik heb nu al echt heel veel trek. Ik doe het gewoon lekker in deze bak. Ik kan dus niet tegen sojasaus, dus ik heb coconut aminos. Water. En hierna ga ik lekker pakketten wegbrengen. En naar de gym. Ik weet dat je deze in 1 keer je mond moet stoppen, maar dat vind ik zonde. Zo'n ding kost laatst €1,80. Dat is echt te bizar voor woorden eigenlijk. Oh, dit is zo ontzettend lekker. Ik ken eigenlijk heel weinig mensen die van handrolls houden. Maar dit is echt mijn lievelings op aarde. Maar ze hebben er zoveel zalm in gedaan. Bij jou. Dit is echt de hemel. Dit is ook het enige eten, want hoe vaak ik het ook eet, ik super lekker blijf vinden. Want eigenlijk al het andere eten ben ik op een gegeven moment zat. Dit kan je, ik weet niet, ik vind het ook zo raar. Waarom vind ik dit zo lekker? Ik weet het niet. En wat ik bij deze sushi tent heel fijn vind, is dat er geen mayo of saus of zo op zit. En het smaakt niet naar heel erg azijn met suiker, die rijst. Het smaakt eigenlijk gewoon naar normale rijst, die wat plakkeriger is. Dus ik voel me ook niet een soort van misselijk hierna of zo. Het is echt top. Ik heb dus vorige week best wel wat laten zien, maar nog niet helemaal verteld. Ik heb dus gesolliciteerd voor een baan voor maar 2 dagen per week. Maandag en dinsdag en groep 3. En dat is heel grappig, want dat is de groep waarin ik ook begonnen ben. Dat was mijn allereerste baan en ik weet dat ik toen iets van heel veel MDO's, dus multidisciplinair overleg. En dat is als kinderen een rugzakje of zeg maar zo gezegd hebben of... als het een kind gewoon extra zorg nodig heeft. En daar gaat dus heel veel tijd in zitten. En ik weet dat ik dat onwijs leuk vond. Ook al was het mijn eerste jaar, het was heel pittig. Maar ik had dus zoveel kinderen met observaties en speciale plannen. Qua gedrag of qua leren of wat dan ook. En ik weet dat ik het lesgeven daaromheen daardoor een klein beetje saai vond. Omdat ik het idee had dat je... ja, in groep 3 is het gewoon eigenlijk wachten tot bij bepaalde kinderen het op gang komt. Dus als kinderen nog heel veel moeite hebben met lezen... en tuurlijk, soms heb je kinderen die dyslectisch zijn of gewoon echt er heel zwak in zijn. Maar bij veel kinderen is het een kwestie van wachten. Kijken naar hun leeftijd of ze al ver genoeg zijn om die letters te kunnen lezen, schrijven, dat soort dingen. Dus soms vond ik dat dan een beetje lastig dat ik ze niet kon helpen nog, omdat ze daar gewoon nog niet waren. Dus dan voelde het een beetje als wachten, als je snapt wat ik bedoel. En dan vond ik die MDO's eromheen echt super leuk. Want ik vind nu eenmaal dat het allerleukste... en dat is ook waarom ik nu bijles geef en kindercoach. Ik vind dat 1-op-1 met kinderen die extra hulp nodig hebben gewoon heel erg leuk. Maar het is best wel lastig om daar een baan in te vinden. En op dit moment heb ik dus
twee dagen in de week bijles, maar morgen is mijn allerlaatste keer. En dat is een heel leuk uurloon, maar in de maand verdien je daar helemaal niks mee. Ze zeggen heel vaak af. En eigenlijk hou je zo'n hele dag vrij omdat je anderhalf uur bijles geeft op die dag. Dus het is helemaal niet praktisch. En nu is het dus zo dat op de school waar mijn moeder werkt, zij werkt woensdag, donderdag, vrijdag in groep 3. En degene met wie zij werkt wilde eigenlijk dat werk niet meer doen, omdat ze op twee scholen zit en dat niet heel fijn vindt. Dus ze wilde gewoon op één school blijven. Dus ze zoeken daar iemand, ze zochten daar iemand. En toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk ook wel een beetje die vastigheid qua salaris erbij gebruiken. Misschien toch wel weer die routine van op een school werken met collega's, meer zekerheid, maar ook weer een klas. Want ik merk dat ik zo blij word als ik de kinderen terugzie aan wie ik les heb gegeven en kerstdiners en zo. Dat alles eromheen vond ik zo ontzettend leuk altijd. Dat ik dacht, waarom help ik die school niet? En toevallig is dat dus ook mijn oude stageschool waar ik mijn derde en vierde jaar stage heb gelopen. En dus ook mijn Leo stage heb afgerond. Dus ik heb daar ook al ingevallen. En die school heeft ervoor gezorgd dat ik echt mijn zelfvertrouwen had teruggevonden. Na heel veel stages waar ik heel onzeker was geworden. En daar voelde ik me heel erg thuis. En ik weet dat ik daar ook na mijn afstuderen heel graag wilde werken. Maar toen hadden ze geen plek. Pushy. Je bent wel bollig. En schattig. Toen hadden ze dus geen plek. Toen weet ik dat ik mijn eerste jaar op de school waar ik dus 4 jaar heb gewerkt, voelde ik me nog niet helemaal happy. Ik werkte toen met iemand anders die ook in groep 3 werkte en zij was echt contra van hoe ik ben. Heel erg extreem op de cijfers, op de resultaten en ik ben juist een beetje op al het andere. En ik werd door haar een beetje onzeker, ik voelde me niet zo prettig. Dus ik weet dat ik halverwege het jaar of zo toen nog aan deze directeur had gevraagd van heb je toevallig volgend jaar wel plek? Had hij nog steeds geen plek. En toen ben ik op die school gebleven waar ik werkte en werd ik uiteindelijk heel blij. Ik bedoel, als je mijn afscheidsvlog hebt gezien, ik had echt een geweldig team. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En daar ging ik echt super goed weg. Alleen, ik vond het lesgeven dus niet meer zo leuk. Maar dat komt ook omdat op die school er heel veel werd gedaan met snappen. Dus de kinderen zaten gewoon heel veel op tablets te werken. En ik voelde me een beetje een robot die het digibord lesstof zat af te werken. En ik was gewoon een beetje de passie daardoor kwijt. En daardoor noem ik het, ik vind lesgeven niet meer zo leuk. Maar ik heb ook op de scholen waar ik heb ingevallen in Zoetermeer gezien dat het heel anders kan gaan. Dus ja, een beetje de combi van, ze hebben iemand nodig. Ik wil op zich wel wat erbij voor niet te veel dagen per week. Qua salaris, maar ook qua gewoon wat ik er leuk vind. En met mijn moeder samen is het toch echt geweldig. Nou, je weet waarschijnlijk wel hoe goed mijn moeder en ik samen zijn. En het klinkt echt als een droom dat je gewoon met je moeder samen een klas kan draaien. Ik bedoel, natuurlijk moet je overdracht en dat soort dingen ook allemaal officieel gewoon op de mail en in leerlingvolgsysteem en alles zetten. Maar los daarvan kunnen we zo lekker met elkaar communiceren en liggen we zo goed op één lijn en zijn we als juf ook best wel hetzelfde. Dus voor een klas is dat ook heel fijn. En ik weet hoe een drama het is om, ik had hier trouwens een hele video over kunnen maken. Ik weet wat een drama het is om iemand te vinden die 1 of 2 dagen per week een klas draait. Want ik heb dus ook na mijn eerste jaar geprobeerd om 4 dagen per week te werken. Ik heb daarbij 3 collega's gehad die voor mij 1 dag werkten. En het was alle 3 echt geen succes. Omdat het gewoon heel moeilijk is om ja, echt een dedicated leerkracht te vinden die 1 dag wil doen. En ik ben best wel zelfzeker over mezelf als leerkracht. Ik vind mezelf een hele goede leerkracht. En ik vind het dus ook heel leuk dat ik dat dus kan bieden aan een klas, aan ouders, aan een school. Ik heb wel aangegeven dat ik dus dit niet voor altijd wil blijven doen. En dat ik het nu echt heel leuk vind. En het nog een jaar misschien ook wel leuk zou vinden, maar dat ik het liefst na de zomer minstens voor 1 dag dan een andere functie zou willen. En dat is dan in heel veel richtingen kan je dan denken. Dat heb ik al eerder besproken, maar remedial teaching of met gedragsproblematiek werken. In ieder geval 1-op-1 met kinderen werken. Hij begon ook nog over theaterles en dat soort dingen. Toen zei ik, ja, eigenlijk vind ik heel veel leuk. Dus zou ik dat ook nog wel willen doen. Maar voor mij staat op nummer 1 echt de gedragsproblematiek. En daarna leerproblematiek. Vaak hangt het samen, maar niet altijd. Dus echt de kinderen die echt puur op gedrag, los van het leren, ook al het moeilijk hebben. Dat is echt mijn favoriet om met dat soort kinderen te werken. Maar dat hoor ik dan in de meivakantie, rond de meivakantie, of dat haalbaar is. Of daar functies voor zijn. Is het niet meteen na de vakantie, is het misschien na een half jaar. Dat vind ik ook geen probleem. En als het daar niet kan, moet ik gewoon kijken of ik dan wel nog een jaar als leerkracht zou willen werken. Of dat ik dan toch weer weg ga of wat dan ook. Maar voor nu is het dus gewoon vanaf 8 januari, dan begin ik, tot aan de zomer. Maar ik heb er heel veel zin in, merk ik. Dus ik denk dat ik wel wil blijven. En voor 2 dagen is het voor mij ook top, want ik heb gewoon die afwisseling nodig. Dus dan kan ik gewoon nog babbelhap blijven doen, YouTube blijven doen.
daar gewoon genoeg tijd voor. Ik bedoel, ik had vroeger ook een webshop. Dat lukte me ook om allemaal te combineren met 4 dagen in de week. Toen vlogde ik gewoon nog goed, dus dat moet allemaal lukken. En nu ben ik ook 2 dagen soort van kwijt aan beide. Dat is natuurlijk niet fulltime, zo anders. Dus dit gaat echt wel meer tijd kosten, maar ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb het in ieder geval nooit te zwaar gevonden, het werk. Dat is natuurlijk een reden waarom heel veel mensen ermee stoppen. Ik vond het helemaal niet te zwaar. Eigenlijk vond ik alles wat erbij kwam kijken leuk. Dus alles wat iedereen moeilijk of stom vindt, vond ik heel leuk. Ik vond het lesgeven niet heel leuk meer. Maar nu ben ik ook ouder en wijzer. En is het zoveel jaren later, denk ik van ja, ik heb eigenlijk wel heel veel zin om nu weer groep 3 te doen. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in. En ja, op een school dus, die ik al ken. Nou, het is nu inmiddels een nieuwe school, maar heel veel van het team ken ik wel niet heel goed. Maar de directeur ken ik in ieder geval goed. En gewoon samen met mijn moeder, dus 2 dagen in de week. Oh, daar is mijn Sophia mailpakketje. Afwisseling blijft het, omdat het maar 2 dagen is, dus ik vind het echt super. Ik ben heel blij. Dus dat was het wel, denk ik. Als je vragen hebt, stel ze even in de comments, want dan kan ik die dus volgende week vlog beantwoorden. Dan is een beetje Sophia mee verslaafd. Iemand commentte laatst van, je was toch helemaal geen fan? Maar ik vond de geur die ik toen had besteld echt niet lekker. Maar voor de rest vind ik het echt prachtig, al die spullen. Dat heb ik me goed weten in te pakken, want je krijgt dus een gratis beauty case bij €130. En een gratis beauty bag bij €90. Dus ik had al voor €130 besteld voor die beauty case. En nu heb ik ook weer voor €90 besteld voor die beauty bag. Ik moest het gewoon hebben. Tote bag erbij. Nu heb ik dus de beauty bag. En het zit in zo'n mooie doos. Ik laat het nog eventjes dicht. En ik heb de beauty case ook nog niet geopend. Dus dat zal ik nog wel een keer laten zien. Maar dat is gewoon een, zeg maar een, met mijn nieuwe make-up tasje wordt het dan. En ik wilde dit zo graag. En ik heb dus ook de haarrollers besteld. En de precious pins. Dus je kan zeg maar je haar krullen. En dan als hij nog heet is, doe je zo'n roller erin. En dan zet je het vast met zo'n pin. Maar het is... Ze doet dit zo goed. En waarschijnlijk kost het echt geen drol om te maken. Net als die beker. Ik was dus, in de vaatwasser zag ik 2 deksels van een koffiebeker liggen. En ze waren exact identiek. En het ene is gewoon van een gratis beker die we ooit hebben gekregen. En het andere is van Sophia May. Dus ja. En dit heb ik dus al toen gekocht. De Majestic Mist. En die heb ik aan mijn kapper verkocht voor €20. Want die had ik 1 keer gebruikt. Vervolgens een uur later had ik die €20 in de Albert Heijn op de grond laten vallen. Dus gratis uiteindelijk. Voor mij dan. Maar ik dacht, dit is wel een manier. Ik vond het heel vies naar suikerspin voelen. Maar dit is wel een manier om dat volume te creëren. Dus ik wilde hem toch weer hebben. Dus ik heb hem. En omdat ik al zo vaak had besteld, kreeg ik een... Is het een mini? Hè? Nee. De Eternal Balm. Of is dit een normale size? Dit is de kleine, denk ik. Ja. Oké, jongens, het is zover. Het is 10:30 en ik heb nu mijn allerlaatste bijles. Die van maandag ging dus al niet meer door. En ik heb dus laten weten dat het vanaf 8 januari ook niet meer kan. Dan wilden ze het weer hervatten, zeg maar. En nu de laatste bijles. Hij komt speciaal nog in de ochtend, omdat het vandaag in de middag niet lukte. En hij heeft al kerstvakantie, dus hij wil het nog 1 keertje. We gaan nog werken als presentatie voor aardbevingen en gewoon begrijpend lezen en spellingen zo oefenen. En dan is het de laatste bijles ooit. En dan over 2,5 week alweer groep 3 lesgeven. Ja. Ik heb even snel gewoon wat simpels aan en dan ga ik hierna eventjes me klaarmaken. Want dan heb ik om 1 uur met Nicole afgesproken. Dus hij gaat rond 12 weg, meestal ietsjes erna. En dan heb ik 3 kwartier ongeveer. En dan fiets ik, als het weer het een beetje toelaat, naar de stad. En dan gaan we gezellig lunchen samen. Ik ga me niet helemaal fancy maken, want dat moet de komende dagen al genoeg. Maar ja, oké. Oké, dat was het dan, de laatste bijles. Ik moet nu opschieten, ik moet over 3 minuten weg. Ik had eventjes dit gedaan, maar ik heb het echt niet goed gedaan. Ik had letterlijk even 1 seconde, dus het gaat niet werken. Ik heb wel ook de spray erin gespoten. En ik had een beetje make-up op mijn huid gedaan, dat heb ik eraf gehaald, want het voelde vies. Maar ja, nu moet ik weg. Dus, nou ja. En mijn broek is nog nat, want ik zit allemaal wasjes te draaien. Maar ik had het te vol gegooid. Ik zei net op mijn Instagram 1 trui, deze trui in het grijs, was helemaal geel geworden. Dat de was te vol, waardoor die niet goed ging. Centrifugeren. Dit is heel raar. Ik weet altijd hoe je dit woord uitspreekt. Oh my god. Ik zeg gewoon niet. Laat in de comments weten welk woord ik bedoel. Jeetje. Gelukkig als ik met Nicole afspreek, boeit het me echt geen hol hoe ik eruit zie. Meestal zei altijd fabulous en ben ik altijd verrot. Maar nu komt ze uit te werk, dus ik weet niet of ze fab is. Maar bij Nicole is alles oké.
Misschien ga ik met de auto. Ik twijfel, want het is 2 uur gratis parkeren. En we gaan denk ik wel langer. Maar dan kan ik daarna misschien naar de zonnebank, want daar ben ik al een maand niet geweest. En het is gewoon geen lekker weer. I look like crap. Ik moet echt eerder naar bed. Oh, ik ging eerder naar bed. Kijk, wat is dit ook ineens? Ik ging eerder naar bed en ik had trouwens een puistje op mijn kin deze week. Heel raar, er kwam dus geen puistje uit, zeg maar. Het werd niet wit, het ging gewoon ineens weer weg. Toen las ik dat je van de pil puistje op je kin krijgt, dus wie weet. Ik slik hem nu al. Ik zei laatst tegen jullie 4 dagen of zo, maar toen was het al 7 of 8 dagen. Sinds vorige week maandag. Ik merk er verder niks van. Maar ik ging dus om 12:30 stoppen met werken. Maar ik lag om 2 uur nog steeds wakker, dus mijn ritme is helemaal verpest. Ja, er komen feestdagen aan, dus dan ga je sowieso vaak wat later naar bed. Maar nu moest ik best wel vroeg op, dus. Maar altijd als ik dus zo verrot ben, denk ik wel weer van yes, dan ben ik vanavond hopelijk moe. Oh, ik moet mijn telefoon opladen. Goed, mijn broek is nog een beetje nattig, want alles komt uit de was. Dus die begint een beetje te ruiken naar natte hond, dus dat is ook fijn. Zijn zusje, die zie ik altijd alleen bij de deur, dus die spreek ik verder niet echt. Zij zit in groep 3. Maar ik gaf hem een afscheidskunde van haar ook, want ze zei echt vet schattig. Ik zal je nooit vergeten. Dat is toch te cute. Jongens, wat ik ook doe. Ik denk dat ik ook gewoon lekker voor de wilde Sophia May Messi haarlook ga ofzo. Want ook met zo'n zwart. Ik hou nooit heel erg van een zwart. Wel qua mooie kerstjurk ofzo, maar niet qua kleding verder. Maar het is wel even de vibe. Lekker messy. Wow. Hij was trouwens weer verkouden met bijles, jongen. De vorige keer ben ik echt ziek geworden daardoor, toen hij ook ziek was. Dus op hoop van zegen. Oké, als ik met de fiets wil, moet ik over 2 minuten weg. En als ik met de auto wil, over 3. Denk ik. Ergens vind ik het wel misschien lekker om te fietsen. Maar het is ook weer lekker als ik hem klaar ben met Nicole, dat ik gewoon de auto instap en lekker even naar het zonnebankje rijd. En wat wel dus het ding is, we gaan dus lunchen, zeg het daarna eventjes cadeautjes kopen. En ik wil eigenlijk wel mee, maar aan de andere kant moet ik voor 5:30 voor ze thuiskomen, blabbelhap heel ver hebben. Want ik kan het vanavond nog wel doen als mijn bonusdochter slaapt. Maar morgen is de hele dag vol gepland. Ook in de avond, dus morgen kan ik niks meer doen. Dus. Nou, ik vind het op zich wel leuk een beetje dit volume. Ja. I like. Gewoon, het voelt niet suikerspin, maar het voelt nu wel heel stug. Maar daar moet je dan gewoon een beetje aan wennen. Mijn hoofdhuid is niet vet of zo. Maar je moet het niet hier spuiten. Want ik had het dus gisteren ook een beetje hier of doorgekomen. Want dan wordt dit heel droog. Dus ik had het een beetje nat gemaakt. Maar als je het alleen hier doet. Ik bedoel, kijk, het is wel gewoon echt een heel goed spul. En de geur is ook niet vies. Het laat wel een witte waas achter, wat ik wel chill vind. Want dan lijkt mijn haar wat blonder. Nicole en ik hebben elkaar dus letterlijk niet meer gezien sinds we hebben gefilmd voor Babbelhap. Het is echt heel erg. En dit is, ja, nog een andere reden waarom het speciaal is vandaag, soort van. Maar dat vertel ik jullie later, ja. Ik zit even te denken van wanneer ga ik het vertellen. Nou, ik vind het nu nog niet het moment. Ik zie jullie zo met Nicole. En ik weet, als ik dit niet mag zeggen, knip ik dit eruit. Maar Nicole heeft dus haar lippen laten doen. Dus als ik het mag laten zien aan jullie. Meestal zijn ze heel erg open over alles. Dus ja. Oké. Bye bye. Hij is heel cutie uit. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben zo moe. Nee, je bent echt een liefje. Een liefje? Ja, je ziet er echt lief uit. Ik zou zo met je deze. Wil je even vertellen wat we gaan doen? Ja, nou, we wilden hier dus lunchen. En toen kwam Charlotte met het geweldige idee om sushi te eten. En sushi gaat altijd voor hier alles. Hier tegenover. Ja, met Mr. Chi. Ik dacht het de hele week al, maar ik was het vergeten te zeggen tegen je. Want ik dacht, jij wil heel graag naar Barista, dus ik ga je droom niet kapot maken. Ik had het aan iedereen als ze met mij sushi willen eten, maar niemand wil het niet. Dit wordt zo geweldig, maar je moet me wel helpen dat ik niet te veel neem. Ja. Kan jij dat? Ja, ik keek nooit zo veel. Oh, heel fijn. Oeh, lekker. Dit doet me denken aan dat je zei, neem je een slokje en een gaatje of zo. Ja, hier drinken. Oh, ja. Ja, ik ben ook blij dat dit ons voorafje is. Heerlijk. En je had het leuke aan dit, dat je dan ook als zonder ketting heb je al een soort kettingje met het hartje. Er is iets nieuws aan. Vind je hem te pittig? Ja. Het is heel veel gember. Zo. Oh, heerlijk. Nee?
Hij smaakt naar die soep van jou die jij toen had bij... Bagels. Ja. Nicole zei tegen van wat zit je haar mooi. Oh wow, het is wel echt extreem veel volume. Het is geweldig. Bijna niet te smaken, maar weet jullie het ook? Ja, nou het is heel erg. Ik hoef bijna niet te zeggen, maar wij gaan sushi eten. Jullie gaan sushi eten? Ja, sorry. Lekker, hè? Ik jullie echt niet aan, hoor. Zo. Ja, het is echt heerlijk. Als jullie nog wat nodig hebben, geef een kennisje bij dank je. Nee, dank je. Eet smakelijk. Ja. Ja, u wilt nu mee, hè? Dat zie ik dan nu. €23 gewoon all you can eat goede sushi, ja. Hè? Het is gewoon geweldig. Ja, maar dit moet niemand mij voorstellen, want dat wil ik dan. Heel lekker aan de overkant, maar dit is ook top, hoor. Ja. Maar als lunch, dat scheelt €10, hè? Oh ja. Het grappige is, overdag is er bijna niemand. Dus je hebt helemaal een soort privé restaurant. Voor €23 kan je eten wat je wil. Nou, sommige dingen kosten €1 extra, maar die neem ik dan niet. Ja, pittig. Ja, lekker. Het is heel gezond dit. Oké, nou, laat ik me daar maar aan vasthouden. Sushi. Zo, ik ben echt meteen een jufje. Ik heb Nicole de bril even op, ik heb echt een nieuwe montuur nodig. Want mijn laatste montuur is van toen ik nog in Muiden woonde. Dus dat is meer dan 2 jaar geleden. Ja, ik wil deze ook wel. Is het eigenlijk leuker met bril dan zonder? Ja, dat heb ik bij deze bril dus. Ja, ik vind hem bij jou ook heel leuk. Dit was zo gezellig. Oh, love Nicole. En ik ben heel sterk. Want, wow, mijn haar. Zij gaat nu nog even shoppen. En ik zei nee, ik ga niet. Want A, ik wil nog even naar de zonnebank. En anders heb ik gewoon, kom ik thuis. Red ik het allemaal niet meer met mijn werk. En B... geef ik haar geld uit. En C, als zij dan weggaat, ga ik waarschijnlijk blijven. Omdat ik het dan zo leuk vind om te winkelen. Dus het is ook al bijna 4 uur. Dus ik red het sowieso niet meer om te werken voor ze thuis komen. Maar ja, verstandige beslissing. En wat was het gezellig. Zo leuk. Wel erg. Ik heb dus nu 2 dagen achter elkaar sushi lunch en ontbijt. Oh, maar zo lekker. Zo chill zal het meteen blijven. I like. Oké, ready. Verder thuis was heerlijk en dit was trouwens mijn outfit. Superleuk deze trui. I like. Hallo jongens, ik heb mijn haar gewassen met die krul shampoo en die krul conditioner. En toen een oude heat protector van Lee Stafford erin gedaan. En het dus zo warm, best wel lang laten afkoelen nu. En een klein beetje haarlak nu erop gespoten. Dus. Een vark, maar dat is geen vark, dat wordt gewoon geen vlees. Wow, wat is dit? Dit is wel tof, maar waarschijnlijk is het over... Nou, ik denk dat het wel iets beter gaat blijven zitten vandaag. Het is best wel bouncy. En daar heb ik nu geen Sophia meespreader in gedaan. Oeh. Nou, we gaan het zien. Dit is echt niet normaal. Oh my god, hallo. We zijn dus in de mall en we stonden zo lang in de file. En ik dacht echt, dit is de slechtste dag van het jaar om te gaan shoppen. Maar ik ben in de Kostis en ik kom meteen de waskamer in. En het is helemaal niet heel druk, dus ik ben zo blij. We zijn even opgesplitst, want ik kan echt niet kleren passen als we met z'n drieën, als mensen achter me aanlopen. Maar ik ga dit eventjes passen. Dit is dus zo'n typisch kleedjurkje wat echt zo niet heel lekker zit, weet je wel. Hij is ook te groot. Nee, dit zit helemaal los, waardoor het lijkt alsof hier allemaal vet rollen hangen, maar dat is helemaal niet zo. Deze is echt te groot. Vind ik hem leuk als hij niet te groot zou zijn? Ik weet het niet. Ik heb alles te groot gepakt. Ik vind dit wel mooi, alleen... Ik vind het zo'n oma-lengte. Ik wil het gewoon zo. Sowieso vind ik pas licht zo verschrikkelijk. Deze lijkt dus best wel natuurlijk op het jurkje dat ik al heb. Maar dit is een broekje. Ik trok hem dus eerst. Ik dacht het een jurk was. Ik trok hem aan. Ik dacht, wat zit het strak? Had ik alleen die broekpijp aan. Maar het ding is wel, ik heb dit dus bij Most Wanted besteld. Ik plaats het gisteren op Insta, maar het is dus te laat bezorgd. Maar ik vind een broekje toch wel ook heel leuk. Alleen, hij staat leuk, maar het zit... niet lekker, zeg maar. Je voelt, het is echt een heel dun stofje en je voelt die glitters gewoon jeuken. Dus, maar ja, ik kan natuurlijk wel er iets onder dragen. En ik denk dat misschien een maatje kleiner moet nog. Ik
vind hem wel heel leuk. Ik vind de maatje kleiner even over mijn broek heen, maar ik denk dat ik deze wel meeneem. Ik vind hem wel echt een beetje duur. Het is sowieso heel duur. Maar het is toch anders dan de jurk, want het heeft wijde mouwen. Het heeft minder tiet, zeg maar. Dus dat vind ik bij familie weer fijner. En het is een broekje. Dus ja, als, ja, dit zit dus gewoon niet lekker. Maar ja, so be it. Ik denk dat ik voor de week rijd gewoon haal. Ja. Ik ben dus alleen bang als die van Most Wanted binnenkomt, dat die dus veel lekkerder zit dan deze. En die is goedkoper. Maar een outfit scoren is lastig, dus ik ga hem voor zekerheid wel kopen. Het is 3 uur en ik moet nog ontbijten. We gaan zo even eten, maar ik neem eventjes deze. Lekker. Yummy. Lekker. Ja. We hebben weer een keer een borrelplankie. Dit is lekker. Nog takkies van babbelhap en truffelkaas. En dit is nog chipjes van babbelhap en stoofpeerzalm. Knabbelspek, dat hadden we nog. En hele lekkere zalm. Kruidenboterkaas. Truffelmayo. Ovensnackjes, kaasjes, dit, olijven, dit is nog van het eten van gisteren. We hadden geen zin om te koken en we gaan lekker film kijken. Wat, hoe bedenk je het eigenlijk, hè? Maar je gaat als kerstman natuurlijk leuk bij elkaar passen. Zeg achter ons, let op, jij gaat zo meteen iets anders voor ons. Kerstontbijt hebben lekker broodjes, kaneelbroodjes, zalm, ei, vegenfilet Amerikaan, pancakes, stol van de Too Good To Go box. Mini rijstwafels. Dit is avocado met truffel. Hallo, het is echt een hele sombere dag. Vandaag is het dus kerstavond. We doen niks vanavond. Maar H heeft gisteren geen kerstoutfit kunnen vinden. Dus hij wou vandaag nog even naar de stad. Maar ik heb eigenlijk ook wel een aantal losse dingetjes die ik nog nodig heb. Maar ik wil ook nog sporten en zo. En ik weet dat ik altijd langzaam ben. Ik kan gewoon niet met mensen samen winkelen ook. Want dan... Of mensen moeten dit achter me aanlopen en dan voel ik me schuldig. En wat ik dan dus doe... Dan ga ik dus maar niet winkelen, want dan voel ik me gewoon schuldig. Dus eigenlijk als ik met mensen samen ga winkelen, kan ik gewoon niet slagen. Dan gingen we gisteren aan het begin gewoon even splitten. En dan van we zien elkaar weer over een half uur, want ik kan dat gewoon niet. Ik snap niet hoe mensen dat kunnen. Ik krijg al stress als iemand zegt, zullen we samen winkelen? Zeg maar, dan kan ik het wel, maar dan ga ik niks kunnen kopen voor mezelf of iets vinden. Dus nu dacht ik, laten we weer even splitsen. Dus we gaan even met 2 auto's. En dan heb ik een aantal winkels waar ik heen wil. En dan ga ik ook nog sporten voor de kerst. Dus ik ben even solo dagje. En vanavond doen we lekker makkelijk. Geen idee, niks boeiends eten. We hadden net wel gezellig een kerstontbijt. Lekker uitgebreid, lekker lang. En dan morgen overmorgen wel kerst. De lippenbalsem die ik trouwens vorige week liet zien van Burt's Bees Red Dahlia is echt heel mooi. Je denkt dat je niks ziet, maar het geeft echt een kleurtje. Ik heb hem ook gewoon even snel op mijn wangen gedaan, want ik was blush vergeten. Het is echt top. Ik vind deze dus leuk, maar ik denk dat ik hem niet ga kopen. Ik weet niet. Ik vind hem leuk, maar net niet of zo. Ik denk dus wel, dit is dus die blazer die ik heb, dat ik misschien een rokje erbij ga kopen. Zo'n broek is niet echt mijn ding. Ik twijfel. Ik vind hem wel leuk, maar ik vind hem niet geweldig. Nee. Nee, hè? Deze is veel te groot. Volgens mij hebben ze geen andere maat meer. Ik moet nog deze blazer. Ja, ik heb echt natuurlijk geen kleren aan waarop je kan zien of het leuk is. Ik weet niet of ik deze kleur groen leuk vind. En die knoopjes. I don't know. Dit zou echt een leuke deze zijn voor mezelf. Kijk hoe cute. Oh my god, zo leuk. Ik werd 2 keer herkend in de Primark. En één iemand zei... En sprak me aan en daarna zei ze, jij bent toch Charlotte van Babbelhap? Toen dacht ik echt, ah, van Babbelhap. Ik zo, kijk je Babbelhap. Ja, oh, wat leuk. Maar dat iemand zegt Charlotte van Babbelhap, dat is toch echt life goals? Vooral eigenlijk dat het niet zo super goed loopt. Ik weet dat vroeger zeiden mensen wel Charlotte van de Primark shop los of Charlotte van On The Go. En nu was het Charlotte van Babbelhap. Meestal is het gewoon Charlotte van YouTube of jij vlogt toch of zo. Maar vet leuk. In Zoetermeer word ik dus best wel vaak herkend. Terwijl ik in Zoetermeer juist altijd gewoon heel crappy erbij loop. Huh? Hij zegt bij de camera dat ik een kind ben. Is dat een compliment? Bedankt. Oh, nu niet meer. Ik heb voor mijn bonusdochter allemaal Stitch dingen gekocht. Want ze heeft al zoveel spullen dat ze gewoon niet weet wat ze moet vragen. Dus dan maar Stitch, want dat vindt ze altijd leuk. Want ze waren er, ik kwam ze zelf ook tegen. Dus die rij was echt zo lang en ik was bijna aan de beurt. Dus toen kwam ze even snel eraan gerend met iets wat ze zelf nog had uitgezocht. Ik heb even snel bij mijn spullen erbij gerekend, zodat zij niet in de rij hoefde te staan. En nu ga ik weer naar een andere parkeergarage. En het is echt rot weer, maar I'm feeling good. En ik heb dat rokje in 2 maten kleiner gekocht.
Ik hoop dat het echt een goede aankoop is, want ik ben met die blazer heel blij. Ze hebben die blazer trouwens nog steeds, hè? Ik hoop zo dat het plekje die ik altijd heb er is. Nee. Want ik een heel klein autootje heb, pas ik er altijd in. Maar hij is al bezet. Jammer. Deze wil ik zo graag hebben. Dit is zo mooi, maar het kost 10 euro per glas. En er zijn er ook maar 2 en ik wil er altijd 4. Maar dit is echt prachtig. I love it. Er moet iemand zijn die deze struggle begrijpt. Gelukkig pas ik het na één rondje al door. Maar dat je in de garage zeg maar het bordje uitvolgt. En dan weer omhoog moet rijden. Dus je bent op verdieping 2, je rijdt naar 3. En dan rij je weer beneden. En dan zie je weer het bordje uit. En denk je, ik ben weer op verdieping 3. Maar dan moet je dus naar rechts. Maar dan heb je het gevoel dat je gaat spookrijden. Ik zag het laatst ook op Instagram. Volgens mij bij Tesco of zo. Die zei, not me, die per ongeluk ging spookrijden in de parkeergarage. Dat wilde ik dus niet doen. Dus ik zo van 2 omhoog naar 3. Weer omlaag naar 2. Weer omhoog naar 3. En toen dacht ik, hier gaat iets mis. Oké. Ik heb een Moschino-tas gekocht. Elke keer denk ik, ik vind hem niet mooi. Ik wil heel graag een Moschino-rugzak. Ik heb toch laatst een rugzak gekocht, maar dat was dus een miskoop bij de TK Maxx. Een tijdje geleden, best wel lang geleden al. Want dat is zo'n rugzak die zeg maar... niet de twee bandjes zitten niet vast, maar het zit aan zo'n ringetje waardoor het heen en weer schuift. En dat is echt het slechtste wat je kan doen. Dus die tas gebruik ik dus niet. Maar nu zag ik dus een Moschino-tas die echt een Charlotte-tas is. Een rugzak. Ik hou heel erg van rugzakken. Nou ja, ik hield heel erg van rugzakken. Maar ze moeten wel makkelijk afgaan en zo. Maar als je gewoon... Het is wel zo, als je vlogt, is het wel makkelijk als je zo'n schuintasje hebt. Dat coachtasje gebruik ik dus elke dag. Volgens mij heb ik hem gekocht toen we net met 35 begonnen. Want ik weet nog dat ik dacht, moet ik deze aankoop nu wel doen? Aangezien ik geen geld verdien. Dus die heb ik misschien al 2 jaar. Heel blij mee. En dan kan je gewoon je mobiel camera makkelijk pakken. Maar als je echt lang loopt, vind ik het altijd wel lekker om het gewoon gelijk op je rug verdeeld te hebben. Ik ben weer een kind. Misschien nog mijn haar zo. Dat je gewoon lekker op je rug een tas hebt. Dus ik zal hem jullie straks laten zien. En ik heb het zo heet. Ik ben op tijd weggegaan. Ik vind dat zo heftig, zeg maar. Met zo'n hete jas. Zo'n regenjas. En dan van die... En weer in de winkels is het weer bloedheet. Echt, ik ben letterlijk helemaal nat van het zweet. En die drukte. En iedereen is aan het hoesten en alles. Maar ik kon heel goed mezelf van alle prikkels ontdoen. Ga ik gewoon parkeren voor de sportschool of ga ik lopen? Met dit weer. Nee, ik denk, ik ga gewoon lopen, boeien. Ja. Je kan zeg maar hier zo naar de sportschool rijden, maar dat is heel erg om. Dan moet je daarna weer helemaal eruit. En je kan ook gewoon heel dicht bij ons huis de auto zetten, zo binnendoor. En dan moet je 1 minuut lopen. Maar ik heb toch een jas aan. Met zo'n jas merk je echt niks van regen, dus dit is ideaal. Alleen van shoppen is het een beetje heet. Ik wil eigenlijk heel even acclimatiseren voor ik ga sporten. Dus misschien kan ik vast even wat laten zien. Alleen ik weet niet of jullie me goed horen met die regen. Een stitchbeker. Ik weet dus niet zeker of ze dit leuk gaat vinden. Misschien te kinderachtig. Maar goed, het is Stitch en het zijn haarclips. En ze vindt haarclips leuk. Deze vet grappige Powerpuff Girls sokken. Deze haarclip heb ik voor mezelf. Super mooi. Dit heb ik ook voor mezelf. Het leek me gewoon best wel leuk. Aangezien mijn nagels nu wel gewoon goed zijn. Om dit er dan overheen misschien een keer te plakken. Kijk hoe pretty deze zijn. Hoe mijn nagels trouwens echt weer doen. Dit zag ik dus ook liggen. Volgens mij is dat in plaats van nagellijm, zodat het extra goed blijft zitten ofzo. Dus vond ik wel leuk om een keer te testen. Ik heb van die, ja, mijn kapsel noemt dit panty elastiekjes, dit soort. Ik heb echt normale elastiekjes nodig, al 3 jaar. Voor mijn bonusdochter heb ik ook deze sokken. Het zijn wel volwassen maat sokken, maar dat vindt zij net erg. En ik vond ze gewoon cute. En nog stickers. Grote kans dat ze dingen al heeft. Voor mezelf heb ik deze haarclips nog. Voor haar heb ik deze pencil case. Het kan dat ze heel veel dingen al heeft. Bij de moeder bijvoorbeeld. Maar ik heb het alsnog gekocht. En deze vond ze toen heel leuk. Hadden we niet gekocht. Gewoon die watjes om je make-up mee af te halen. Maar dan die je weer in de wasmachine doet. En die waren ook nog eens afgeprijsd. En dan heb ik als laatste. Voor mezelf heb ik ook nog. Voor mezelf heb ik die elastiekjes ook nog in een andere kleur. En dan heb ik voor haar nog dit vet zacht. Ik denk dat ze dit heel leuk vindt. Het is een make-up tasje. Super handig, het is een tasje die je dus gewoon zo lekker aan kan trekken met een koord, met Stitch. Nou, allemaal cute kleine cadeautjes. En dan heb ik zelf nog een panty caramel maat L 15 Den Mat Ladder Resistant. En het zijn er ook nog eens 5 voor 6 euro. Dan heb ik dus dat rokje gekocht. Heel lekker stofje. Daar heb ik dus al de blazer van. En nog een, ik dacht een keer, die panty zit toch altijd vet strak van boven. Toen dacht ik, dan koop ik gewoon zo'n maternity panty. Ik zag ook niet echt een ander. Misschien is dat wel super lekker, want ik wil eigenlijk gewoon dat hij bij mijn benen strak zit. Maar ik hoef niet zo'n shaping panty of zo. Ik wil gewoon dat hij lekker losjes zit. Dus 60 den L. We will see.
En heb ik nog voor mijn vriendinnetje. Niet Lot, maar mijn andere vriendin die zwanger is. Toen ik laatst ging logeren, toen vond ze mijn snuggle ding zo leuk. Dat ik dus een vet leuke voor haar heb gekocht. Ik dacht, als haar babytje geboren is, kan je wel baby cadeautjes geven. Maar kan haar ook zo'n heerlijk ding voor zichzelf geven. Dus een super leuke. Dat was nummer 1. In ML, zij is echt mini. Dus hij gaat heel groot zijn. Maar dat is wel lekker. Ik vond deze het allerschattigst. Dus ik dacht, die neem ik voor haar mee. Leuk, hè? En dan als laatste. Dit is de Beauty. Hij was 130 euro. Maar ik vind hem helemaal mij. Wat vinden jullie? Helemaal geweldig, toch? Hij moet nog even hier vastgemaakt worden. But I really love it. En ik dacht, die ga ik voor mezelf kopen. En dan heb ik nog Naproxen pillen gekocht bij de Ethos. Die clips van Monica Geuze, die zijn eigenlijk alleen handig om die rollen mee vast te zetten. Want ze zijn verder heel glad. Dus toen zag ik dit bij de TK Maxx. En toen dacht ik, dit is heel handig voor om mijn haar mee te krullen. Om de krullen vast te zetten of plukjes apart te zetten. En ook nog voor mijn twee zwangere vriendinnen. Dus ook voor Lotte. Dus mocht je kijken, Lotte, moet je even wegklikken. Dit vond ik voor de ene vriendin dus al als de baby er is. En voor Lotte heb ik dan dezelfde, maar die geef ik dan op de baby shower. Dus dat is zo'n bandje. Vet schattig. Die de baby dus om zijn arm doet, of haar arm. En dan rammelt het. Ik vond het zo cute. En ik dacht, ik koop voor hun allebei er één. Een nagelvel, ik ben mijn vijlen allemaal kwijt. En ik moet mijn nagels weer gaan bijwerken. En als laatste, dit heb ik niet gepast, maar ik denk dus dat het goed is. BH's van die zachte. Dus wel met een beugel. Maar niet voorgevormd en dat vind ik heel lekker. Steve Madden, het kostte 15 euro. En als het echt niet goed is, breng ik het terug. Maar ik denk dat het dus wel goed is. En ook nog eens een mega zacht stofje. Dus ik hoop heel erg dat ze goed zijn. Meestal kan ik dat soort dingen wel op het oog een beetje inschatten. Oh ja, en een clip. De haarclip die ik al 100 jaar draag, maar nu al heel lang niet meer heb. En daarom niet meer draag. Maar dit had ik altijd zo in mijn haar. Ik weet niet wie dat nog weet. En de tasje zat bij de tas. Dus die tas ga ik erin doen. En dit was mijn shoplog. Dus ik heb weer lekker veel gespend. We hebben dus vandaag ontbeten. Dat is vet grappig. Normaal, het is nu 3 uur. Normaal rond deze tijd krijg ik echt honger en moet ik iets gaan eten. En nu heb ik dus al ontbeten. En nu merk ik dat ik nu een klein beetje denk van dat ik nu een klein beetje wil gaan eten. Ik heb zo geen zin om door deze regen te lopen, jongens. Dit was de shoplog. Tadam, tadam. Bye, bye. Oh, ik zit al echt vet lang in de auto. Ik had deze ook nog gekocht. En deze. Ik heb geen idee wat ik aan het maken ben, maar ik heb dus biologische linzen en kikkererwten. Kokosmelk. Tomatenpulp die we hebben gerast met nog tomatenpuree uit een pakje. Dan doe ik er nu kurkuma, komijn en curry bij. Ik ben echt maar wat aan het doen. Hij is nog een beetje te dun. Ik dacht voor de eiwitten en in het teken van geen vlees. Maar het moet echt een beetje gaan inkoken of zo. Verse koriander erbij. Het wordt al wat dikker. Het is best lekker. Chili poeder. Hij is aan het indikken nu. Dat is echt top. Volgens mij doen ze ook heel vaak boter er nog bij. Maar dat ga ik niet doen. Dit is echt ziek gezond dus. Dit was niet de bedoeling. Ik wou gewoon losse linzen maken. Maar uiteindelijk een heel gerecht. We hebben ook nog dit. Voor pan con tomate. Oh top. We hebben ook gember. Dus dat doe ik er ook nog bij. En dan is het klaar. Ik heb nog spinazie gevonden. Dus ik doe er nog wat spinazie doorheen. En dan is het helemaal ready. De spinazie zit er dus bij. En ik heb een klein beetje havermelk er nog bij gedaan. Omdat hij wat dikker was. En best sterk. Nu is hij perfecto. Dan kan je ook nog een beetje dippen met brood. Nou, dit is het dan. Het ziet er echt heel lekker uit. En dan had ik nog aardappelrusties. Ik wist nog niet namelijk dat ik dat ging maken. En dus pan con tomate met zonder eigenlijk dat brood. En dan Turks brood erbij. Zo, ik heb cadeautjes ingepakt hoor, jongens. Waar zijn ze? Nou, het waren er best wel veel. Al die cringe dingen. Het is 12:30. Ik ging nog mijn nagels doen. Want ik dacht, genoeg tot morgen niet meer. Ik ben wazig, maar ik ben moe jongens. Dus ik ga naar bed. En ik heb heel alleen maar lopen janken bij Oei Niet Eens Love Care Special. Ik zie jullie volgende week weer. En bedankt voor het kijken. En